Nou, wel een schattig kaartje, deze Kansi. Oh, we hebben gelijk... We hebben wat, jongens. We hebben wat. Wat hebben we na het Kansi? Yo, Nintendo fans. Het is weer tijd om lekker een paar Punkies Pokémon kaarten te gaan uitpakken. Dit is weer de nieuwste serie Fusion Strike. Met een hele vette Mew en een hele vette Gengar, onder andere. En ik heb een challenge voor mezelf in deze video. De laatste tijd zie ik steeds meer mensen die pakjes Pokémon kaarten uitpakken. En ik vind dat tof. Maar soms hoor ik ze namen uitspreken. En dan denk ik soms... Heb je wel eens Pokémon gespeeld of niet? Een tijd geleden speelde ik Pokémon Go en toen was er iemand aan het klagen. Ja, ik heb nog steeds geen Atinuco kunnen vangen. Die lopen altijd weg. En ik was zo van, Atinuco? Ja, die blauwe vogel, je weet toch? En toen dacht ik, Articuno! Je verdient het geen eens om Articuno te mogen vangen. Dus in deze video ga ik alle namen expres verkeerd uitspreken. Doe een duimpje omhoog als je hoopt op hele goede pools. En vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort video's wil. En dan gaan we beginnen. Atinuco, serieus? Anyway, we beginnen vandaag met een water energy. Oh, en dan moet ik natuurlijk de namen verkeerd gaan uitspreken. Dit is Bivier. Hele mooie roze bier. Dan hebben we daarna Dracloak. Dracloak die vliegt lekker zo door de stad. Het lijkt best wel eng als je Dracloak zo ziet vliegen in je stadje. Hebben we hier een Knorviskieren? Knorviskieren? Ja, mooi kaartje. En dan hebben we hier een Rookidee. Dit is een slechte Pokémon, jongens. Roken, dat is een slecht idee. Deze Pokémon had nooit gemaakt mogen worden. Niet roken, mensen, is slecht voor je longen. Daar word je ziek van. Zo, deze kaart gooien we weg. Dag. Vond ik een heel slecht idee. Daramoekele. Ja, anyway, een... Sislipede. Sislipedia is dit. Oké, dan hebben we hier een Stufil. Is te veel deze. Deze kaart is te veel. Ik wil minder kaarten. Deze is te veel. Dan hebben we hier een Sandygast. Gast. Dit is een gast die Shandy wil. Gewoon een Shandy gast. Loop je in de bar en in plaats van dat je een biertje bestelt, zeg je... doe maar een Shandy gast. Anyway, de reverse is een Kansi. Nou, wel een schattig kaartje, deze Kansi. Oh, we hebben gelijk... We hebben wat. We hebben wat, jongens. We hebben wat. Wat hebben we na het Kansi? Na Kansi hebben we... Lucario. Eigenlijk twee namen. Mijn naam is Luca. Rio. Laten we even normaal doen. Even respect voor deze Lucario V-card. We beginnen gelijk super lekker aan het begin. Wat een mooi pakje om mee te beginnen. Hij doet een beetje Dragon Ball Z-stijl, jongen. Oh, wat een heerlijk begin. Doe maar een Shandy, gast. Dan hier het tweede pakje en de codekaart is voor jullie. En dan gaan we lekker door met een Delicatty. Delicatty is de eerste kaart. Daarna, oeh, hebben we gewoon een legendary, jongen. Darakarai. Darakarai, let's go. Dan hebben we hier Krokosnel. Dat is wel een vette kaartje, de Krokosnel. Staat nergens een S. Ik weet anders, voor deze had ik geen goede naam. Anyway, de volgende is Wolo. Wolo, ik hou van Wolo. Deze kaart heb ik allemaal nog. Dit is trouwens zo'n grote set, jongen. Het is wel echt moeilijk om hier hele goede kaarten in te krijgen. Dan hebben we hier Pannenkoek. Pancha. Dan hebben we hier die weer Darakarmoekarakiyokudu. En in DD. In DD? Of in 2D? Of in 3D? Of in 4D? In DD. 4D, 4D, in de 4DX in de bioscoop vind ik trouwens helemaal niks. Doe mij maar gewoon 2D. De volgende kaart. Grow Light. Groei licht. Gossie. Fleur. Oh, Gossie. Fleur, wat heb je nou weer gedaan? Dat is de reverse. En als laatste hebben we hier een Tosicroak. Ja, sommige namen kan je niks van maken, joh. Sommige zijn echt niet grappig. Laten we maar gewoon het volgende pakje pakken. Daarmee beginnen we met sauna. Als ik mijn badkamer binnenkort weer een keer laat doen, dan ga ik echt de sauna fixen in mijn badkamer. Lijkt me echt super chill. Primeepy. Ja, Primeepy vind ik wel een mooi naampie. Het is nog echt lastig om die namen verkeerd uit te spreken. Ik heb die Steamy Power. De volgende. Plusselen? Ah, plusselen is wel leuk. Dit is wel een cool kaartje, man. Kijk, hier staat Minun en hier plusselen op de voor. Ja, dit vind ik een leuk kaartje. Deze vind ik nice. Dan hebben we hier de Vulpixie. Ja, dit kan je niet verkeerd uitspreken, Vulpix. Ik kan er vulpen van maken, maar ja. Meltan? Melktand. Dit is baby Pokémon. Met melktanden, of zo. Toxel. Ja, hier kan ik niks van maken, jongens. Dit is wel een geinig kaartje. Ik vind dit wel een heel leuk plaatje van Toxel. Dan hebben we hier... Staryu. Starimie. Ja, daar komt het ook vandaan. Jij bent een ster, ik ben een ster. De volgende kaart is... Morpico. Morpico! Ja, dit is wel de boze versie van Morpico. En als laatste hebben we...
Azumarili. Nou, dit lukt niet, jongen. Dit lukt niet. Dit Azumarill, leuk. Ik kan die namen niet eens verkeerd uitspreken. Om het goed te maken hebben jullie hier weer een codekaartje. Weet je wat? Ik heb een idee. Als eerste hebben we Atinuco. En als tweede hebben we Atinuco. En als derde... Nee, oké. Dan hebben we een Battle VIP Pass. Een Shelmet. Ik ga gewoon normaal doen. Dit gaat nergens meer over. Een Drillbur is de volgende kaart. Die lekker ondergronds aan het chillen is. Bunnelby of Bullebak. Dat is een leuke nickname voor deze Pokémon. Bullebak. Ja, dat maken we ervan. Let's go. De volgende is een Modderkip. Yo, geef me even een Shandy, gast. Dan hebben we hier een Caterpie. Dit is zeg maar als je geen Shandy vraagt aan die gast, maar een biertje vraagt, dan krijg je een kater. Piet. Zo slecht. Oké. Toxicroak hebben we nu als reverse. En als laatste hebben we hier Latios. Ze gooien tegenwoordig gewoon die legendaries in normale kaartjes, joh. Darkrai, Latios. We hebben nog 4 pakjes over, jongen. Als hier een Mew of een Gengar in zit, word ik gek. Alright, let's go. We beginnen met Simisuur, die ontzettend kunstzinnig is op dit kaartje. Dan hebben we hier een Crossiver. Een Sligogo. Deze Pokémon is ambassadeur van Ziggo. Alleen hebben ze verkeerd geschreven. En is een beetje slijmerig. Dus dan krijg je Sligo. Anyway, Yanks. Zo, ik weet niet hoor, maar kijk even in die mond. Deze is echt niet oké. Ik ben het niet eens met deze Pokémon kaart. Zo, dag. En door. Een Mantine, een Grubbin, een Rotom. Dan hebben we hier... deze is wel cool. Fusion Strike Smeargle. Wow, ik vind dit is de 6e Smeargle kaart die ik ooit heb gezien. Deze vind ik echt heel cool. Dit vind ik een heel mooi kaartje. Die reverse is een Totodile. En als laatst, Exelgor. Oké, let's go. Energy. Een Graveler. De volgende kaart is Musharna. Dus ook dit is gewoon een embryo of zo, hè, Musharna. Dan hebben we hier een Hyatmor. Hyatmor, de volgende kaart is een Morpeko. Dit is tenminste de leuke versie van Morpeko. Dan hebben we hier een EV. EV wordt opgevolgd door een Shellder. Ik ga gewoon normaal uitspreken. Voltorb. Dan een Pansage. Hebben we als reverse... Arokuda. En als laatste, kom op. Geef me nog een mooi kaartje. Geef me nog een Galarian Obstagoon. Die is wel vet. Een holo rare kaartje. I like it. Maar we hebben nog 2 pakjes te gaan, jongens. En hier moet wel even wat episch in zitten. Kom maar op met die Mew. Jullie krijgen het codekaartje van mij. En dan beginnen we met een vuur energy. Dan hebben we hier Lopunny. Een Marstomp. De volgende kaart is Crossiever. Die hadden we net ook al. Een Galarian Meowth. Met zijn mooie baardje. De volgende is... Oh, Gossifleur. Hebben we weer een Pampoer. Een Eevee. Een Shinxie, die ik nu natuurlijk ook gebruik in mijn Pokémon Brilliant Diamond. Dus Shining Pearl. Ik kan die namen niet onthouden. Shining Pearl, dat is de goede naam. Daar gebruiken we nu ook een Shinx in. Superleuk, superleuke Pokémon. Dan hebben we hier de Crossiever. Maar nu in reverse. En als laatst... Een Zeraora. Normaal ben je gewoon heel blij met een Zeraora. Maar dit is gewoon een normaal kaartje. Dit is toch een hele moeilijke set, jongens. Het is heel moeilijk om hier de zeldzaamste kaart in te krijgen. Omdat dit gewoon een knettergrote set is. We hebben hier een Alesa's Sparkle. Dan hebben we weer de Beware. Een Skaters Park kaartje. Vrij apart, gewoon een skatepark. Fellings is de volgende. Ik weet niet, maar deze kaart voelde wat dikker aan of zo dan normaal. I don't know. Misschien ligt het aan mij. Fellings. Dan hebben we Morpeko. Weer die Smeargle. Vette kaart. Een Quillfishy. Een Tynamol. De reverse. Sandslashy. En als laatst hebben we. De Toxtricity Holo Rare. En zo hebben we toch nog 2 Holo Rares. Maar de mooiste kaart staat aan het begin. En dat is deze Lucario. En de conclusie is dat het gewoon heel moeilijk is om Pokémon-namen verkeerd uit te spreken. Ik kan het niet. Laat in de reacties weten als jij het wel kan. Wat is de gekste naam die je ooit hebt gehoord bij een Pokémon? Ik vond Atinuco wel gewoon bizar. Like deze video als je van dit soort video's houdt en vergeet niet te abonneren. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is Atinuco!